Ik ben. Ja. Overdicht, wacht. Niet gaan voorlezen. Nu ben ik aan de beurt. We beginnen makkelijk. Kom op. Actiek. A-C-T-I-E-K. Nou, dat je actief. Dit nog uit je stoot krijgt. Ik ben nou al heel bang. Waar of niet waar? Hoe groter de aardappel, hoe beter ze geschikt zijn om friet van te bakken. Waar? Hoezo? Omdat ik toevallig vorige week heb gehoord van iemand dat Jacques van der Oort de beste grote aardappels heeft. En die zijn zo geschikt om friet voor te bakken dat ze speciaal daarvoor hierheen komen. Meen je dat nou? Is het een act? Nee, ik meende dit. Maar het is niet waar. Ah, shit. Het is niet zo dat hoe groter de aardappel, hoe lekkerder je friet van kan maken. Maar veel mensen denken dus, hè, van een grote aardappel kun je grote frieten van snijden. Oh, het is gewoon geschikt om er grote frieten van te maken. Ja. Maar niet per se betere friet. Precies. Kijk, het is vooral belangrijk of je goede friet van kan maken of een aardappel heel kruimig is of niet. Dus hoe kruimiger de aardappel. Of wat is kruimig? Kruimelig. Kruimelig, brokkelig. Kruimig. Bijvoorbeeld de Agria aardappelen, okay. Die zijn kruimig en die zijn heel geschikt om frietjes van te bakken. Dat kan dus een grote kruimige aardappel zijn, maar ook een kleine kruimige aardappel. Dus het is niet in theorie per se waar hoe groter de aardappel, hoe beter je de friet van kan bakken. Maar wel hoe kruimiger. Hoe kruimiger, hoe beter.